Ik ben Anne van Terug naar Eden. Ik zit hier bij mijn kippen. Dit filmpje gaat over de kippen. Dat had ik al een hele poos terug al in de planning en nu komt het er eindelijk van. Ik heb kippen in twee verschillende rassen. Dat heb ik in eerdere filmpjes ook wel eens verteld. Degene die nog thuis lopen zijn de Noord-Hollandse blauwe kippen. En degene die ik op een andere locatie heb zitten zijn de Wyandotte kippen. En daar loopt de haan ook bij. De Noord-Hollandse blauwe kip die is rond 1900 gefokt. Er was toen vooral in Amsterdam vraag naar lichtgekleurd kippenvlees. En dat heeft dus die Noord-Hollandse blauwe heeft dus dat lichtgekleurde vlees. Hij is toen gefokt uit onder andere Plymouth Rock, de Mechels Hoen en de Brugse Vechter. En ook de lokale Nederlandse rassen is toen de Noord-Hollandse blauwe ontstaan. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk de belangrijkste vleeskip in Nederland. Totdat na de Tweede Wereldoorlog Amerikaanse vleeskippenrassen de concurrentie zijn aangegaan. En de Noord-Hollandse blauwe dus eigenlijk verdwenen is als vleeskip in Nederland. Het is dus een dubbeldoelras. Dat houdt dus in dat het eieren legt, maar ook voor het vlees is. Je hebt dus ook kippen die echte eierenkippen zijn. Dat zijn slanke, dunne kippen. Er zit bijna geen vlees aan. Die produceren heel veel eieren. Je hebt hele zware rassen, die produceren bijna geen eieren. Er zit een heleboel vlees aan. En wat er tussenin zit, dat noem je dus een dubbel doelras. Dat legt dus redelijk wat eieren en er zit ook aardig wat vlees aan. De kippen die wij hebben, hebben we voornamelijk voor het vlees. En de Cake Campbell eenden hebben wij voornamelijk voor de eieren. In Duitsland is de Noord-Hollandse blauwe gebruikt om de Nederrijner te fokken. Die hebben zulke grote overeenkomsten met de Noord-Hollandse blauwe dat in Nederland de Nederrijner niet als ras is erkend. Wel is de kriel variant daar erkend. Ik zal de kip gaan pakken. Nou, de kleur van de Noord-Hollandse blauwe is koekoek. Dat is eigenlijk een verenpak van zwart of donkergrijs met wit gestreept. En de Noord-Hollandse blauwe heeft ook de unieke eigenschap dat hij autosexend is. Dat houdt in dat je bij de kuikens al heel makkelijk kan zien wat hanen en wat kippen zijn. De hennen zijn veel donkerder van kleur. Haantjes hebben hetzelfde pak, maar dan lichter. Dus die kun je op die manier al heel makkelijk uit elkaar houden. En bij andere kippenrassen die allerlei kleuren kunnen krijgen en die niet autosexend zijn, ja, dan moet je vaak wat langer wachten tot je kan zien wat een hen en een haan is. Dan kun je vaak zien aan de grootte van de poten en ook aan de grootte van de kam en de lellen. Nou, het valt je misschien op dat kippen altijd schopjes maken met hun kop. En als ze lopen, dan doen ze dus altijd die kop naar voren en weer achteruit. Dat heeft natuurlijk ook een reden waarom dat zo is. Een kip is een prooidier en die heeft zijn ogen aan de zijkant zitten. En zo kan een kip dus ja, bijna zeg maar, rondom om hem heen zien. En wij hebben onze ogen voor in ons hoofd zitten, want wij horen bij de roofdieren. Als een mens kijkt, dan maken wij vanuit bijna dezelfde hoek één plaatje, zeg maar. We zien met ons linker en ons rechter oog bijna hetzelfde en onze hersenen maken van die twee beelden een overlap en daardoor zien wij dus ook diepte. Bij een kip is dat niet zo. Een kip heeft zijn ogen dus aan de zijkant van de kop en als een kip zijn kop stil houdt, dan kan die heel goed details zien. Maar het linker oog en het rechter oog van de kip zien dus twee verschillende plaatjes. En om die twee verschillende plaatjes nou met elkaar te laten overlappen, beweegt die kip ook zijn kop met schokjes. Alsof hij zeg maar een soort van twee verschillende plaatjes schiet en op die manier dan die twee verschillende plaatjes met elkaar kan combineren. Want de kip zijn kop naar voren doet tijdens het lopen, daardoor kan die diepte zien. Dat is de reden waarom kippen dus altijd van die schokjes met hun kop maken. Nou, ze kunnen dus heel goed hun kop stil houden. Ik zou er eens één gaan pakken en dan zou ik dat eens laten zien. Nou, ik heb hier dus een kip te pakken. Ik pak ze altijd met één hand onder hun borst en dan probeer ik met mijn vingers de poten tussen mijn vingers te klemmen.
Als je hem heel rustig wil hebben, kun je hem ook nog omdraaien dat hij met je kop naar je lijf is. Als je zelf rustig bent, dan wordt de kip ook wel rustig. Maar kijk, als ik de kip ga bewegen, dan zul je zien dat hij die kop stil houdt. Hoe ik die kip ook beweeg, die kop die houdt ze gewoon stil. Nou, het is ook altijd goed om kippen regelmatig te pakken. We hebben deze natuurlijk al vanaf kuiken af aan. Dus als je ze regelmatig pakt, dan raken ze daaraan gewend. En dan als ze groter zijn, kun je ze ook makkelijker pakken. Noord-Hollands blauw is een hele rustige kippen. Als je ze rustig benadert, dan laten ze zich dus ook makkelijk pakken. En het zijn ook fijne kippen om mee te beginnen. Ook als je kinderen hebt of zo, moet je natuurlijk wel de kippen rustig benaderen. Want het zijn rustige kippen die ook niet snel op de vleugels zullen gaan. Dus het zijn fijne kippen voor mensen die beginnend zijn in het houden van kippen. Of mensen die, die dus kinderen hebben. Nou, ze leggen zo rond de 140 eieren per jaar. Dus je hebt er toch wel redelijk een eitje van. Nou, hier kunnen ze dus lekker hun gang gaan. Ze hebben hier een grote ruimte waar ze hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen. Wat ik in eerdere filmpjes ook al vertelde, dat ik ook hier allerlei dingen neergooi. De resten vanuit de tuin waar ze lekker naar kunnen pikken. En ze ook het compost zo hier maken. Nou, zo blijven ze ook fijn gezond. Wat ook wel iets voorkomends is bij kippen, is dat ze op een gegeven moment koude poten kunnen krijgen. Dat is een meid die dan tussen de schubben van hun poten gaat zitten. Dan gaan hun schubben van hun poten gaan helemaal openstaan. En dat kun je ook verhelpen door die pootjes preventief, maar ook als ze het hebben, in te vetten met een olie. En die meiden die krijgen dat olie op zich en dat overleven ze dus niet. Dus zo kun je die pootjes ook gezond houden. Maar verder hoef je aan die kippenpootjes ook niks te doen. Ze slijten zelf hun nageltjes. Hanen kunnen een grote spoor aan hun poot krijgen. Daar kun je wel een puntje van afknippen. Als die hanen agressief zouden zijn. Maar de haan die wij hebben, die is ook gewoon rustig van gedrag. Dus daar is het ook niet nodig. Nou, de dames die laat ik weer even hier lekker alleen in hun verblijf. En dan ga ik op de fiets. Dan gaan we richting de haan en de kip van het Wiandotras. En dan ga ik daar ook even wat verder vertellen. Ik zal even een stukje filmen van het Oldambtmeer waar ik langs kom op de fiets. Het is altijd leuk als ik naar mijn werkplek ga, want er valt altijd van alles te zien. Hier langs de rand groeien bramen, dus in de zomer heb ik hier ook lekker bramen geplukt. Je kan altijd vogels kijken. Hier zie je meerkoeten. En zomers hier in de rietstengels kom je ook rietgorzen tegen. Het is leuk als die rietgorsmannetje dan aan het zingen zijn. Nou, maar aan de andere kant, hier kijk je over de weilanden. En precies recht vooruit, daar is dus ons huisje met ons stukje grond. Wij wonen echt aan de rand van het dorp. Nog één huis naast ons en dan is het allemaal weiland gelukkig. Nou, hier ook weer meerkoeten. Daar in de verte nog een aantal zwanen. Soms stikt het hier ook van de ganzen. Hele grote groepen Canadese ganzen hebben de hele zomer doorgehad. Dan fietsen we daar straks zo de bocht om en dan komt het sportal met groene dak waar de schooltuinen naast liggen, komt dan al in zicht. En dan stop ik ook weer met filmen, want er komen weer mensen tegemoet. Hier nog even een blik op het meer. Dan zie ik jullie zo weer met een kip. Nou, ik ben hier inmiddels aangekomen bij mijn werkplek. Ik heb hier een stuk terrein in beheer gekregen van de gemeente. Daar komen straks hiernaast ook de geiten te lopen. Van de zomer mogen ze gras lekker wegeten.
En hier hebben dus de kip en de haan van het ras Wyandot hun verblijf, waar ze het hele jaar rond kunnen verblijven. Nou, voor de kinderen die hier educatie gaan krijgen, heb ik een mooi bordje erop geschilderd met tok 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 en de kuikentjes erop. Ik heb lekker wat groenlof uit de schoolmoestuin gehaald, dat hebben we toch te veel. Lekker vers groen. En wat graan, wat ik thuis ook heb laten zien, dat biologische graan. En dan heb ik nog wat biologisch kippenvoer. Dus ga ik ze even geven. Nou, ik neem jullie nu even naar mee naar binnen in het verblijf. Ik kan het bordje nog even van dichtbij zien. Nou, wat ik dus thuis al vertelde, zijn dit de Wyandot kippen en haan. Nou, die hebben dus ook al vanaf kuik af aan. Wyandotten zijn te herkennen aan hun ronde vormen. Ze hebben best wel een groot en een vol verenkleed. En dat is dus ook afgerond. Dat kan je bij die haan heel goed zien aan zijn staart. Een normale haan heeft een veel puntigere staart. Veel langere sierveren. Kip ook. Maar ze lijken daardoor dus aardig groter dan dat ze daadwerkelijk zijn. Vanwege die afgeronde vorm en dat grote volle verenpak. Wyandotten zijn er dus in verschillende kleuren. Niet als de Noord-Hollandse blauwe dat het maar één kleur is. Ze zijn er in effe kleuren. Ze zijn er in getekende kleuren. Ze zijn er in gezoomde kleuren. Je hebt aftekeningen bij kippen, dat noemen ze gezoomd. Dan heb je een kleur in de veer. Zoals deze kip dat heeft. En dan... Langs de onderrand van die veren heb je dan een andere kleur. Dus deze kip heeft forskleurige binnenkleur. En dan een zwarte rand aan de onderkant van haar veer. Dan lijkt het net of dat ze uit allemaal vakjes bestaat. Het lijkt net of ze uit allemaal kleine vlekjes bestaat. Je hebt ook nog dubbel gezoomd. Dat houdt in dat er dan twee randjes onder langs de veren lopen. Nou, de haan die is naar binnen in het hok, daar zal ik ook even naartoe gaan. De haan is driftig aan het eten van de legkorrel. Ik heb hier eenzelfde 1000 liter vat staan als dat ik thuis heb staan. Kijk, hier overheen kun je dat zien. Dat doe ik dus met het oog op de parasieten die kippen kunnen krijgen. En hier hebben wij een geluidsdichte voorkant voor gemaakt met een automatisch systeem. Dat kun je instellen op lichtintensiteit en op de tijdklok. En dan gaat hier automatisch door middel van draadje, deurtje wat erbij hoort, dicht of open. En zo voorkom ik dat de haan te vroeg uit het verblijf komt. Daar hadden mensen geklaagd, die hadden er last van. Nou ja, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed, want het is zo ver weg. Maar goed, het is maar net waar je op letten wilt. En ja, het voordeel is natuurlijk ook, als het donker wordt, gaan kippen op stok. En dan gaat het deurtje automatisch, omdat het donker wordt... weer achter hen dicht en dan zijn ze ook veilig voor roofdieren. Nou, er zitten hier van die klosjes op. Dus ik kan hier al die klosjes op opendraaien en dan kan ik het hele front in zijn geheel weghalen. Dan kan ik het hok uitmesten. Nou, hier zitten ze dus lekker droog. Hier hebben ze ook de gelegenheid om hun voeren te eten. Nou, hier is de haan even in beeld. Je ziet ook de haan, die heeft ook allerlei kleuren. Dus ja, als je een mooie haan wil met een hoop kleuren, dan is een... Noord-Hollandse blauwe haan niet zo heel mooi, want die heeft natuurlijk alleen maar grijs en wit gestreept. Maar zo'n Wyandot die kan dus allerlei kleuren hebben. Nou, zoals je kunt zien gaat hij nu ook op de stok zitten. Vindt u misschien een beetje spannend wat ik aan het doen ben. Nou, nu is hij inmiddels weer buiten, dan kunnen jullie de kleuren nog beter zien. Nou, die haan is dus ook hartstikke mak. Wyandotten staan ook bekend
om hun vriendelijke en rustige karakter. Dus ook de Wyandot kippen zijn ook geschikte kippen voor mensen die beginnen met de kippenhouderij of als je kinderen hebt. Nou, het gedrag wat je nu de haan zag doen, dat zie je vaak als die de kip het hof wil maken. Dan slaat hij zo even met zijn vleugel en hij krabt een keer met zijn poot. Nou, ook de Wyandot kip. Je hebt dus ook de Kriel Wyandot, is de kleine variant. Maar ook de Wyandot kip is een dubbeldoelras. Het is een middelzwaar ras. Dus die zit ook weer tussen de legkip en de vleeskip in. Net als de Noord-Hollandse blauwe. En ik heb ze erbij omdat ze goed kunnen broeden. Want ik wil mijn eigen kippennageslacht natuurlijk gefokken. En dan is het ook fijn als er een ras zit. Dan is het ook fijn als je een ras hebt die graag eitjes uitbroedt. En ja, als ik dus kuikentjes van de Noord-Hollandse blauwe wil hebben, dan zou ik dus ergens broedeieren op moeten gaan halen. En dan onder een kip leggen die broeds is. En als dit zijn gang gaat, krijg je hier natuurlijk kleine Wyandotjes uit. Nou, ik heb hier een verblijf gemaakt in een groenstrook van de gemeente. Ik zit nu even op een hurken. Daar heb ik rondom met gaas gedaan. Dat gaas heb ik voor een deel ook ingegraven en er ligt een stenen rand ook nog omheen. Dat is om roofdieren zoals vossen, die willen graven, te ontmoedigen. Hier komt ook nog langs de bomen aan de buitenkant schrikdraad langs. En bovenlangs heb ik een net gespannen. Dat is ook om roofvogels eruit te houden. Nou, nu is het herfst, dus je krijgt nu ook leuk allemaal van die verzamelplekken van bladeren. Kijk. Hier. Dus die moet ik dan af en toe even afhalen, zodat het gewicht op het net niet te zwaar wordt. Dus hier hebben ze overdag een fijne plek. Nou, ik zal eens even uit het verblijf lopen. Dit is het uitzicht vanuit de ene kant, vanuit het kippenverblijf. Nou, hier zie je ook mooi de herfstkleuren van de bomen van het boshaagplantsoen. Hier ook heel veel rozenbottels. Dus als straks de vorst eroverheen is, dan kan ik hier ook heel veel rozenbottels gaan oogsten op het terrein. Hiernaast is dan de plaats waar de geiten komen te lopen. Daar hebben we een stal al getimmerd. Dan kijk je uit op het sportveld. Ik heb hier ook even een deel stro opgeslagen. Dus dit hebben de geiten straks als uitzicht. Dan zie je hier ook weer de strook met bomen die dus in mijn beheer is. Hier zie je 1000 liter vat. Nou, daar aan de overkant is het meer. Kun je in de verte ook zien. Camera iets hoger houden. Nou, dan is dit het uitzicht vanaf de andere kant. Kijk hier over de weilanden heen. En aan deze kant uit, daar staan dan de eerste huizen. Nou, en hier is dan nog een hele strook waar we ook aan het opruimen zijn, waar takken zijn gesnoeid. Deze hele strook die heb ik dus ook in beheer. Hier kunnen de geiten lekker gras gaan eten. En hier ook tot aan, ja, ik weet niet of dat te zien in de video, maar je ziet op een gegeven moment daar een coniferenhaag staan en een stukje bestrating. Tot daar krijgen de geiten dus ook om te eten. Nou, hier vooraan is dus het kippenverblijf, wat ik tussen de bomen heb gerealiseerd. Nou, en hier heb je dus nog waar de strook met bomen verder gaat. Nou, hier kan ik dus nog hun terrein gaan uitbreiden. Dan kunnen ze hier ook nog verder scharrelen. En ja, dat kan ik dus doen als ik zelf ook hier aan het werk ben en aanwezig ben. Dat ik dan de kippen hier laat lopen. Want je hebt hier natuurlijk wel in de natuur roofvogels zitten die dan ook heel makkelijk die kippen kunnen pakken als ze hier rondlopen. Want dit is dus nog toekomstmuziek en misschien nog wel iets met kalkoenen. Nou, het is nu ook leuk. Roodbosjes die zitten hier ook lekker te fluiten. In deze periode komen de roodbosjes uit het noorden, uit Scandinavië, komen onze kant uit. De roodbosjes die in onze klimaat leven, die zijn verder opgeschoven naar het zuiden. En dan krijg je in deze periode ook overnieuw soort territoriumgedrag. Want die Scandinavische roodbosjes willen hier weer een plekje voor de winter opeisen. Dus in deze periode hoor je heel veel activiteit van de zingende roodbosjes.
Nou, je hoort hier ook nog wat meisjes, die zitten recht boven mij hier te roepen. Nou, dit is voor mij ook een fijne plek om te zijn. Hier nog een meisje. En ja, zoals ik beginfilm van ons kanaal ook heb geschreven. We hebben dus een boerderij gehad in Duitsland met melkgeiten. En dat ging niet, dus dat werd stopgezet. En dan, ja, dan moet je als boerin overnieuw gaan beginnen. En dat is helemaal niet eenvoudig. De meeste boeren en boerinnen die komen in een identiteitscrisis. En je moet dus op zoek gaan naar een nieuwe identiteit. En ja, het is gewoon fijn dat deze plek hier is, want hier heb ik een beetje dat boerengevoel terug. Ik ben uit de bebouwde kom weg, ik loop lekker weer in de natuur en in de weilanden. Meestal lekker helemaal alleen, met weinig mensen wat te maken. Dus dit is een beetje de vervanging van onze boerderij, deze plek. Nou, er staan hier ook allerlei elzen. Elzen zijn ook bomen die stikstofbindend zijn. Dat houdt in dat zij vanuit de lucht stikstof binden en aan hun wortelknolletjes in de grond vasthechten. Dus die bomen die bemest op een natuurlijke manier. Nou, die krijgen ook allemaal van die bolletjes. En hier zit dus weer voeding in voor meesjes. Dus als je elzen op je terrein zet, kijk, je krijgt ook van deze. In het voorjaar zijn ze dan helemaal geel, dan komt hij van dat stuifmeel uit. Dus als je elzen neerzet, dan heb je ook gegarandeerd altijd vogeltjes die daar in de winter ook op afkomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien waar een deel van onze dieren lopen en waar de geiten straks ook naartoe gaan. En misschien heb je er nog wat van geleerd. Dan bedank ik jullie voor het kijken en misschien kom je alweer een keer terug op mijn kanaal. Tot ziens!